Hallo allemaal, vandaag zijn we te gast bij tafeltennisvereniging Taverso in Zoetermeer. In deze video's komt de sporter in aanraking met oefeningen en spelvormen die uitdagend zijn en moeite kosten. De gedachte hierachter is afkomstig van het Athletic Skills Model. Hiermee proberen we bij de ouderen het aanpassingsvermogen en het leervermogen te stimuleren. De kernwaarden van All Stars worden hier ook bij betrokken. Het gaat over ontmoeten, meedoen, veel plezier maken en de zelfredzaamheid van de ouderen bevorderen. Je ziet hier hordes, dat zijn deze gele paaltjes. We hebben daarvan 3 tafels, zometeen verspreiden we ons in 3 per tafel. Dus hier 3, daar 3 en daar 3. En dan gaan we tegen de klok in, gaan we over de horde stappen. Nou, over de horde stappen, ze zijn gewoon nog laag. Okay. Ik hou ze waarschijnlijk ook laag, tenzij ik denk iemand kan het beter, dan doe ik hem wat omhoog. Ik stap er overheen en dan ga ik naar de volgende. Ik stap er overheen. En ik ga naar de volgende. Bouw rustig de intensiteit op. We gaan eroverheen. Het wordt vanzelf moeilijker. Ik wil graag dat je heel erg bewust je knieën rechtdoor optilt. Dus niet naar de zijkant, noem een beetje compenseren. Goed je knie hoog optrekken. Tenen naar voren laten wijzen. Nu ga je er naartoe, kom je de horde tegen, dan draai je je met je rug naar de horde en dan stap je er achterwaarts over de horde. En je loopt weer vooruit door. En je stapt achterwaarts over de horde en je loopt weer vooruit door. Als je tenen goed optrekt, dan tik je de horde niet aan. Dan struikel je minder snel.